Ron en Marian en hun zoontje Sven hebben een afspraak bij Dirk Jan, die ze vandaag de heidewoning zal laten zien. Sven, wat zou jij ervan vinden om ons speeltuin en zwembad te gaan ontdekken? Ja, wel leuk. Ga je lekker spelen? Gaan wij even binnenkijken. Oké. Tot zo. Kom verder. Ja. Kom binnen. Dankjewel. Nou, wat is jullie eerste indruk? Nou ja, ik vind het heel erg ruim. Veel ruimer dan ik van de buitenkant had verwacht. Ja, qua inrichting is echt wel ons stijl. Ja, het is een mooie, moderne, maar ook industriële look, hè, de meubels. Maar wat natuurlijk ook opvalt is de pelletkachel. Lekker sfeervol. Ja. De woning is compleet van gas af, dus de woning wordt verwarmd middels de pelletkachel. En we hebben natuurlijk de airco, wat voor de winterdag verwarmt die. En zoals nu met dit weer, ja, dan lekker koel in huis. De woning heeft ook zeer hoge isolatiewaarde, duurzaam gebouwd, onderhoudsarm. Nou, het is een 6-persoons woning. Jullie zijn met z'n drietjes, maar ja, Sven zal ongekend veel vriendjes hebben die dan willen komen spelen en zwemmen, ja, natuurlijk. Precies. Fijn als je dan ruimte hebt. Ja, absoluut. Dirk-Jan, kan je me iets vertellen over de investeringmogelijkheden? Jazeker, we hebben twee types investeringen. Bij de ene type, het vaste rendement, praten we dan over. Daarbij hebben wij de woning volledig in verhuur. In die periode zijn jullie daar 21 dagen per jaar vrij in om de woning voor eigen gebruik te hebben, buiten de schoolvakanties om. Oké, dat is nog wel in de schoolvakanties, wordt het helemaal door jullie gedaan? Inderdaad, maar we hebben ook een variabel rendement en daarbij zijn jullie helemaal vrij te verhuren, maar ook te gebruiken voor jullie zelf. Dus hoe meer je hem verhuurt, hoe hoger het rendement gaat worden. En dan moet je zelf ook zorgen voor huurders en dat soort dingen? Nee, de woning wordt verhuurd middels onze eigen verhuurorganisatie. Wij maken schoon, een stukje tuinonderhoud, onderhoud van de woning. Dus wij ontzorgen jullie daar volledig in. Sleuteloverdracht, alles wordt door jullie geregeld? Alles wordt door ons geregeld, inderdaad. Jullie krijgen een eigenarenlogin met een eigen planbord, waarin je ziet wanneer de woning verhuurd is en wanneer die vrij is. Hebben wij als eigenaar ook gewoon recht op alle faciliteiten die op dit park worden aangeboden? Ja, absoluut. Ja. Jullie kunnen overal gebruik van maken. Het zwembad hebben jullie al gezien, krancafé, maar natuurlijk ook kidsclub in de vakantieperiodes. Ja, jullie zijn welkom. Uiteraard is Nathalie benieuwd waarom de familie juist gekozen heeft om te investeren in een woning op dit park. Ron en Marianne, jullie hebben net een rondleiding gehad. Hoe is dat bevallen? Ja, ik ben super enthousiast. Ik word hier echt blij van. Wij gaan hier wel lekker tot rust komen, denk ik. Dus een goede eerste indruk, want wat zijn voor jullie nou belangrijke aspecten waar jullie naar op zoek zijn? Nou ja, de duurzaamheid van de woning is heel belangrijk. En ja, de rust van de omgeving, dat je lekker tot rust kan komen na de dagelijkse hectiek. Gaat hier wel lukken, ja. Hoe zijn jullie op dit park terechtgekomen? Nou, vorig jaar hebben we hier al als gast een woning gehuurd. Toen overkwam ons de rust al die we zo zochten. En toen hebben we uiteindelijk besloten van nou, we willen eigenlijk terug. Het is misschien toch verstandiger om misschien ook te kijken om te gaan investeren. En ja, we hoorden net al dat het een heel duurzaam park is. Duurzame woningen, weinig onderhoud. Ja, dat is volledig ontzorgd. Volledig ontzorgd, dat is echt wel wat we zoeken. Dus ja, vandaar. Nou, daar moet op geproost worden. En terwijl Dirk-Jan de bubbels opentrekt, brengt Nathalie samen met Sven een bezoek aan het kindertheater. Ja. Dit land, dit bos, die ken ik als mijn broekzak. Ja, dat is zo. En alle dieren erin kent hij ook precies. Welke hebben we? De vos, de konijn. Welke dieren hebben we nog meer in het bos? Ik heb hier nog wat laatste informatie. En mag ik jullie dan feliciteren met jullie nieuwe aanwinst? Ja, dankjewel. Zeker, dankjewel. Ja. Dan zullen we daar maar even op proosten, hè? Lijkt me een heel goed idee. Nou, ik zeg proost. Ja, jij bedankt voor de begeleiding en we gaan elkaar vast nog heel veel tegenkomen. Ongetwijfeld. Meer informatie hierover, ga dan naar de website.